Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Heel weinig bewolking boven Nederland vandaag. Wel wat stapelwolken, met name boven de zandgronden in het midden en oosten van ons land. En die stapelwolken zullen de komende uren langzaam wel weer gaan verdwijnen. Vanavond is het op veel plaatsen helder, met temperaturen die nog lang in de buurt van de 20 graden blijven en slechts heel geleidelijk daaronder gaan dalen. De wind is zwak of matig en waait uit de meest noordelijke richting. Voor de nacht zien we hier en daar wat bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon helder. En de temperatuur daalt in Groningen naar 7 graden. In het zuidoosten van het land is de minimumtemperatuur een graad of 13. En de wolken die er zijn, ja, die lossen eigenlijk morgen alweer heel snel op. En dat betekent gewoon weer een meest zonnige dag. Met temperaturen die in het noorden van het land wat minder hoog uitkomen. Graad of 16 op de Wadden, 17 in de kop van Noord-Holland en 18 in Groningen. Verder naar het zuiden is het zachter, met in Limburg ook nog steeds temperaturen van 24 graden. Prima weer dus. En voor zondag staan nog wat hogere temperaturen op het programma. Zo'n 18 tot 26 graden wordt het dan. Eerst is er zon. Vooral later op de dag ontstaan er een paar regen- en onweersbuien. En die buien vormen dan de voorste begrenzing van koelere lucht. Want vanaf maandag tapt het weer echt uit een heel ander vaatje. Het is licht wisselvallig. De zon schijnt maar met mondjesmaat. En de temperaturen liggen ook een stuk lager. 13 of 14 graden wordt het. Nou, dat wisselvallige weer, dat blijft wel een beetje. De temperatuur zien we in elk geval vanaf maandag een stevige val maken. En dan zo tegen die 15 graden aanschurken heel de tijd. En later in de week worden de verschillen tussen dag en nacht wat groter. En dat betekent dat er dan wat meer ruimte komt voor de zon. En de neerslagkansen er nog even bij. Ja, echt heel veel neerslag zit er ook weer niet in het vat. Maar vooral zondag dus de regenbuien. Ook wat meer buien op de woensdag. En af en toe wat gepruttel op de dagen eromheen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.